Hoera! Linda de Mol kan toch op vakantie uitroepteken. Televisiefenomeen en topaster Linda de Mol kan dit jaar toch genieten van de Portugese zon. De Mol vreesde dat ze door de coronacrisis niet op vakantie kon, maar deze vrees blijkt gelukkig onterecht. Linda de Mol oogste eerder dit jaar nogal wat hoon, toen ze tegen Paul de Leeuw zei dat ze vreesde dat ze dit jaar niet naar haar huis in de Portugese Algarve zou kunnen. Nederlanders zonder vakantiehuis reageerden wat gepikeerd op de uitspraken, en Chantal Jansen liet in verhulde termen ook weten dat ze het geklaag nogal raar vond. Rob Goossens, weten jullie nog dat Linda de Mol zo bang was voor haar zomervakantie vanwege corona? Haar schoondochter post nu vanaf de Algarve, dus ik denk dat we ons geen zorgen meer om Linda hoeven maken. Punt maar voor iedereen die zich elke dag afvraagt hoe het nu toch verder moet met de vakantie van Linda de Mol is er geweldig nieuws. RTL Boulevard ontdekte dat de vriendin van Linda's zoon Juliaan Vallen, Geelsena Wijmer, op Instagram foto's uit Portugal deelt. Het vakantiehuis van die familie is dus blijkbaar toch in gebruik. Gelukkig, want je moet er toch niet aan denken dat Linda niet op vakantie kan. Linda de Mol kan lekker op vakantie uitroepteken. Het is erg fijn voor Linda dat ze alsnog kan genieten van haar vakantie. Eerder gaf de ster al aan dat de huishoudhulp door het coronavirus niet meer langskwam, en Linda zelf haar hele huis moest schoonmaken. De transpiratie liep in stralen van me af. Tja, dan heb je natuurlijk wel wat rust verdiend.